Zo gaan ze de laatste bocht in. Jonker Fnatic aan de leiding. Tweede plek aan de buitenkant. Dinant Convital. Derde aan de relingzijde is nog altijd Zazu Enselens. En zo zijn ze halverwege de Tjarda bocht. En Davy Woko moet nog een keer wakker gemaakt worden. Want die laatste drie moet hij ook nog voorbij. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Jonker Fnatic. Jonker Fnatic, daar komt hij naar het derde spoor, Davy Woko. Tweede spoor is nog altijd voor de nu aanvallende Dennis Minema. En die komt dichterbij met Dinant Convital. Dus Jonker Fnatic, Dinant Convital. Davy Woko zet niet meer door. Daar komt Cool en Fnatic. Niet te geloven. Krebas 1, 2 en 3. Het is de 8 voor de 2. En dan de 13. 8, 2, 13 voorlopig. Vierde is Adelaar. Krebas pakt de eerste drie plaatsen. Jonker Fnatic, 10 jaar deze Bruinenruin, Diamond Way, Fnatic Wish, Duits gevocht in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de trainer, Rick Ebbingen, vandaag de piekeur van dienst. We hebben hem nog niet officieel, Hans, of wel? Inmiddels is hij helemaal officieel, dames en heren. Winnaar is voor de paard nummer 8, dat is Jonker Fnatic, Rick Ebbingen. Wint in 1, 15-3. Tweede aankomende was de 2, Dinant Convital. Derde de 13, Cool and Fnatic. En daar komt hij al aan, Rick, voor zijn oude werkgever, dat is mooi. Ja, maar helaas wordt het geen gesprekje met Rick. Hij wil gelijk voorrijden. Het paard leent zich er ook niet helemaal voor. Dus, dames en heren, zou ik zeggen applaus voor de finale Regio Challenge Alkmaar 3 winnaar. En dat is geworden Jonker Fnatic met Rick Ebbingen. We praten even bij met Peter Delers namens Stal PD. Peter, hoe is deze onderverdeeld? Deze heb ik helemaal alleen. Kan je nagaan. Dan heb jij ook de kosten gedragen voor zijn comeback? Ja, zeker. Ja, hij is een jaar geleden geblesseerd geraakt in Zweden en... Hij was eigenlijk te goed aan dat 40 overwinningen. En we vonden het niet dat hij zo'n afscheid verdiende. Nee. En we hebben er nog een jaar in geïnvesteerd en hij betaalde het zo terug. Dat is echt meer dan fantastisch. Hartstikke mooi, ja. En dit leek wel weer de oude, hè? Helemaal de oude. Dit is echt de oude Jonker, ja zeg. En het is ook een oude basis al 10 en wordt al 11 in januari. Dus ik hoop dat we er nog een tijdje van kunnen genieten. Ik hoop met je mee, Peter. Dankjewel. Fantastisch paard. En dat we nog lang van hem mogen genieten. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg voor de finale. En helemaal aan de buitenzijde gaat Jonker Fnatic snel weg. Maar er zijn er nog een paar die dat kunnen. Onder andere Zazu Enselens. Jonker Fnatic aan de buitenkant. Zazu Enselens in het midden van de baan aan de relingzijde. Shara Angel. En zo gaan ze de eerste bocht in. Zazu Enselens heeft de leiding overgenomen van Zazu. Shara Angel ligt op plaats 2. Aan de buitenkant gaat naar voren Jonker Fnatic. En ook eens kijken hoe Tom Kooijman in de koers is komen te liggen. Die is op dit moment in het middenveld en ligt op dit moment aan de relingzijde. Dan zal hij absoluut niet willen blijven liggen. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Daar komt Jonker Fnatic en die gaat nu de leiding overnemen. Jonker Fnatic leidt op plaats 2. Daarachter volgt Zazu Enselens. Daarachter aan de relingzijde Shara Angel. Veld schuift in elkaar en inmiddels is Kooijman van de reling af. Dat heeft hij knap gedaan. Hij ligt in het tweede spoor. Kan dus gaan en staan waar hij maar wil met zijn derbywinnaar. De favoriet in deze koers. En zo gaan de paarden de linkerbocht door. Leiding daar in handen van Jonker Fnatic en dat zal wel even zo blijven. Aan de buitenzijde komt dichterbij Janko BD. Daarachter aan de relingzijde volgt Zazu Enselens. Vierde plek aan de relingzijde voor Shara Angel. Vijfde aan de buitenkant Dinant Convital. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. De vraag is natuurlijk wanneer gaat Kooijman. Dat zal hij hier zeker nog niet doen. We hebben nog 1200 meter te gaan en de leider is ook geen verkeerde. Dat is Jonker Fnatic. En we gaan in een niet al te hard tempo voor de tribune langs met nog één ronde te gaan. Ebbingen kijkt een keer over de schouder en denkt wanneer zou die komen. We gaan op weg naar de laatste kilometer. Daar zijn we inmiddels in en de leiding is in handen van Jonker Fnatic. Jonker Fnatic, Janko BD. Daarachter op plaats 3 aan de relingzijde volgt Zazu Enselens. Vierde Shara Angel. Vijfde Dinant Convital. Zesde plaats is dan voor Frans van der Blonk natuurlijk, Danseur Vivan. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En daar gaat hij naar het derde spoor. Daar komt hij aan de buitenzijde. Davy Bokor moet even wakker gemaakt worden door Tom Kooijman. Vooraan zijn ze ook wakker, dan gaat het tempo nu omhoog. Leiding in handen van Jonker Fnatic. Jonker Fnatic leidt. Aan de buitenzijde proberen ze wel dichterbij te komen. Plaats 2 is nu voor Dinant Convital. Aan de buitenzijde gaat het naar voren Davy Bokor. En zo schuiven de paarden dichter bij elkaar. En Davy Bokor is inmiddels bij de kopgroep aangekomen, ligt nu vierde. Zo gaan ze de laatste bocht in. Jonker Fnatic aan de leiding.
in. Tweede plek aan de buitenkant, Dinant Convital. Derde aan de relingzijde is nog altijd Zazu Enselens. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En Davy Woko moet nog een keer wakker gemaakt worden. Want die laatste drie moet hij ook nog voorbij. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Jonker Fanatic. Jonker Fanatic, daar komt hij naar het derde spoor, Davy Woko. Tweede spoor is nog altijd voor de nu aanvallende Dennis Minema. En die komt dichterbij met Dinant Convital. Het is Jonker Fanatic, Dinant Convital. Davy Woko zet niet meer door, daar komt Cool en Fanatic. Niet te geloven, Krebas 1, 2 en 3. Het is de 8 voor de 2 en dan de 13. 8, 2, 13 voorlopig. Vierde is Adelaar. Krebas pakt de eerste drie plaatsen.